Een van de belangrijkste periodes in de carrière van Carlo Maire was zijn 10-jarige verbintenis met het ABC-cabaret onder leiding van Corrie Funk en Wim Kan. Een tournee door het toenmalige Nederlands-Indië onder het motto 100 dagen uit en thuis werd helaas een jarenlang verblijf in een Japans gevangenkamp. Voor het ABC-cabaret heeft Carlo Maire een heleboel liedjes geschreven. En er zijn er ook een heleboel bij die we niet zo heel makkelijk zullen vergeten. Zoals bijvoorbeeld dit. En dit is een van Cor's mooiste beestjes. Ha, 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 ha. We zongen het tezamen jaren bij Wim Kan. We waren toen nog zulke prille meisjes. Ha, 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 ha. We worden er nu beiden heel weemoedig van. En ook al had je daarna nooit een liedje meer geschreven, dan blijf je toch voor ons de allergrootste componist. We dachten, kom, we gaan het zeggen even. Ha, 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 ha. Hoewel je dat natuurlijk zelf al heeft.